bezoek bij Vogel, een dochterbedrijf van Maurik. Vogel is aan het werk in de Vogelbuurt in Dordrecht en dat doen ze op een hele speciale manier, namelijk helemaal emissieloos. En vandaag gaat Jimmy Dien ons daar alles over vertellen. Jimmy, waar staan we vandaag? We zijn vandaag in Dordrecht, in de Vogelbuurt. En hier zijn we bezig met onze graafwerkzaamheden. Zoals je ziet zijn er aardig wat verzakkingen. Dus we zijn hier bezig om een mooi vlondertje te maken, zodat het weer een veilige situatie gaat worden voor de mensen hier. Oké, en is dat het enige wat jullie hier doen? Of welke werkzaamheden voeren jullie nog meer uit in de Vogelbuurt? Eerst alles slopen. Dan komen de graafmachines en de shovels naar voren. Vervolgens, als de vlonder eenmaal staat, het monteerwerk is gedaan, dan gaan we alles weer dichtstraten, schuttekies terugplaatsen en dan is het weer eenmaal opgeleverd. Kijk, super. Ja. Ik heb begrepen dat jullie hier ook emissieloos werken? Ja, klopt. We hebben hier een kraan en een shovel staan. En natuurlijk is de bedoeling voor ons om duurzaam te gaan werken. Dat we uiteindelijk naar een emissieloos toekomst kunnen kijken. Kijk, gaaf. Ja, zeker. Ja, dat doen we natuurlijk eigenlijk al binnen dit project, hè? Dus nu met de kraam en met de knikmops. Hebben jullie nog meer elektrisch materieel staan? Ja, zeker. We hebben nog een trilplaat. Natuurlijk allemaal de schroeftollen, de zagen, alles staat op accu. Dus we hebben niks meer op een aggregaat, zeg maar. Kijk, gaaf. En hoe werkt dat eigenlijk? Werkt dat nou fijner? Of, Ja, dat is wel, het was wel even wennen. Vooral met de graafmachine. Ik ben wel gewend om het op een dieselmotor te doen. En dan gaat het allemaal wat trager. En nu reageert hij in één keer heel snel. Dus dat was wel eventjes wennen, moet ik zeggen. Maar als je het eenmaal aan gewend bent, dan gaat dat prima, joh. Oké, gaaf. Okay. Dus uiteindelijk werkt het dus misschien nog wel fijner zelfs? Ja, zeker. Als je er even aan wendt, dan is alles prima. En natuurlijk voor omwonenden ook fijner? Ja, ja, die hebben bijna geen lasten meer van. Er wordt heel weinig geluid eruit komen, dus denk alleen maar beter. En is het dan ook echt helemaal emissieloos? Laden jullie het dan ook helemaal zonder uitstoot van CO2 op? Ja, we hebben gewoon een groot stroompunt, hebben op ons eigen terrein staan. En daar gaan gewoon de stekkers in. Dus geen diesel komt er meer aan te. En waarschijnlijk op groene stroom. Zeker. Kijk, gaaf.